Je zei aan het begin van de uitzending al, ja, als je kijkt naar Ajax, dan zie ik toch wel wat meer structuur dan bij Feyenoord. Je ziet aanvalspatronen. Waaraan zie je dat met name? Nou, hoe ze aanvallen, als één iemand aan de bal is, dan zie je bepaalde loopacties van andere mensen om mensen vrij te krijgen. En kijk, deze is eigenlijk een ABC'tje zou zijn voor Van de Bomen. Klaassen, je weet wat zijn kwaliteit is. Dat is diep gaan op het juiste moment. Het is heel gegroepeerd. Hij gaat toch diep. Waarom geef je hem niet eroverheen? Kijk, dit is Taylor. Taylor die naar binnen loopt om eindelijk of de bal te krijgen of Gods vrij te spelen. Nou, geweldige bal van Rensch. Nou, en zo kom je verder. Dit is als ze dichter bij de goal komen, is het eigenlijk altijd zoeken naar een opening naar Broppie die dan kan afleggen, enzovoort, enzovoort. Nou, loopacties van Klaassen, laten vallen en dan moet iemand anders wat gaan doen. En dat zag je wel continu vandaag aan eindigen met de geweldige voorzet van Guy. Zo. Goed ingekopt van Weghorst. Maar echt een hele mooie voorzet van Guy. En dat was dan de beslissing, eigenlijk 4 minuten voor tijd. Ja, dan moet dat soort dingen net gebeuren. Dus de wissels waren goed van Farioli. Vaak als het dan gebeurt, die mensen die je ingezet hebben, dan heb je goede wissels toegepast. Nou, in dit geval was dat zo. Maar ik vond, maar het is ook misschien omdat, kijk, je denkt van Ajax moet natuurlijk winnen van Groningen. Ik schaal Ajax niet zo hoog in als heel veel anderen doen. Dus ik vind eigenlijk dit soort dingen al best wel goed voor Ajax. Normaal is het een ABC'tje. Alleen we hebben de laatste jaar hebben we dit niet eerder gezien. Nee. Dan was het maar, doe maar wat, aanvallend. Jij ook, Marciano? Of vind je dat je meer mag verwachten? Kenneth heeft echt volgens mij alle mooie momenten er al uitgehaald. En de rest was gewoon echt saai. Ik heb echt naar geschuif gekeken. Ik heb naar spelers gezien die stilstonden. Ik heb eigenlijk spelers die heel goed begonnen of heel goed in de wedstrijd zaten, steeds minder zien worden. Totdat je op een gegeven moment weer noodzakelijke wissels moet plaatsen. Net zoals tegen RKC, waarin je Banel en Rasmussen eruit haalt voor Traoré. En dat was nu eigenlijk ook weer. Je zat te wachten dat er misschien wel eens voor Groningen heel erg goed kon uitpakken deze wedstrijd. En dit is dan het moment waarin hij kwam, volgens mij in de 81ste minuut kwam hij binnen. Dat en je wel. Voelde dat dit zo'n Wout Weghorst wedstrijd of moment zou gaan worden. En ik zat daar en ik zei het ook tegen Aleta. Ik zeg, Weghorst gaat gewoon hier de winnende maken. En het gebeurde ook. Je gaat even ook inderdaad Weghorst doen. Nee, maar je voelde het gewoon. Je had het ook alweer. Het was zo'n wedstrijd. Kom nou, man! Nee, het was zo'n wedstrijd. Dat had iets nodig. En uiteindelijk kwam dus Wout Weghorst en je wist bijna, die gaat een moment krijgen dat hij hem je wist ook kan prikken. Dat hij deze assist in zich had. Dit wist ik echt niet dat hij dit in zich had. Dit had je maar, niet op papier geschreven. Weet je, het was gewoon eigenlijk een typische Ajax-wedstrijd die we de afgelopen tijd buiten Beşiktaş te vaak hebben gezien. Waarbij Kenneth aangeeft dat er bepaalde mogelijkheden liggen, maar die niet gebruikt worden. Taylor die was eerste helft best wel vaak de vrije man tussen de linies. Die kon dus eigenlijk best wel dat momentum zoeken met Brobbey inspelen en doorbewegen. En dan kwam het te laat of de bal kwam helemaal niet. Dus zitten heel veel veiligheden in het spel van Farioli, waardoor het nooit echt sexy wordt. Ja.